is een groot belang voor Nederland en voor de Nederlandse burgers om te voorkomen dat er een economische crisis komt in de eurozone. Die zou kunnen ontstaan als Griekenland failliet gaat en over de kop gaat. Daarom steunen we in principe het idee dat we via leningen voorkomen dat die crisis ontstaat. Maar we hebben op voorstel van de Partij van de Arbeid als Tweede Kamer daar twee hele strenge eisen aan verbonden. Ten eerste, de Grieken moeten zelf orde op zaken stellen. Als ze niet geholpen willen worden, dan stopt het. Ten tweede, de banken, de grote financiële instellingen, moeten een grote, substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem daar. Want anders zullen wij dat niet doen. Onder die twee voorwaarden hebben we de minister naar Brussel gestuurd. En we wachten voorlopig even af waar die mee terugkomt, voordat we het groene licht geven.